Wij zijn de kinderraad en wij gaan vandaag de wethouder Manon Fokke interviewen over wat zij vindt van pestgedrag. Wil zij pestgedrag verminderen? Wat moet er nog gebeuren? Is er iemand anders? Heeft u het beste meegemaakt? Welk advies zal de wethouder ons gaan geven? Wat wilt u eigenlijk bereiken als wethouder van Maastricht? Dat is eigenlijk heel veel. Want ik vind dat we heel veel moeten bereiken. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind, hè? Jullie zitten allemaal op verschillende scholen. Toch? Ja. Ik vind dat we eigenlijk goede scholen hebben. Met mooie speelplaatsen allemaal. En heel veel groenvoorzieningen. Maar ik wil ook dat jullie later naar de school kunnen gaan waar je naartoe wilt gaan. Want ik vind het toch wel belangrijk dat je later... Wat zou jij later willen worden? Zeker. Want pestgedrag is heel erg vervelend. En ik weet dat de kinderraad voor jullie ging het ook een keer over pesten in de kinderraad. En toen bleek dat er ook kinderen in de kinderraad zaten die gepest werden. En wat ik eigenlijk toen best wel heftig vond, is dat er ook wel een meisje zei: ik word zo op school gepest, ik moet nu best even huilen. Ik zag dat het echt heel verdrietig werd. Dus wij moeten met z'n allen wel alles doen om te voorkomen dat je gepest wordt. Maar het kan ook alleen maar dat je wel eerlijk, hoe moeilijk het ook is, hè? Want als je gepest hebt, durf je het misschien heel vaak niet te zeggen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, juist om tegen elkaar durven te zeggen. Want als je het durft te zeggen, dan kunnen we het ook met elkaar oplossen. Vind je pesten een probleem en denk je dat pesten al is verminderd in de stad door je? Nou, ik vind best een probleem, maar dat had ik al gezegd, of het is verminderd door de daarmee. Nou, dat vind ik wel een ingewikkelde vraag, want je heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Dat zou, ik denk eigenlijk persoonlijk, maar misschien weten jullie dat het verminderd is. Ik vraag me af of het verminderd is, want ik denk dat het beste toch een beetje van alle tijden is. Dus dat het misschien af en toe een beetje meer of minder is. Maar ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik denk dat het altijd wel gebeurt, wat ik al zei, de vorige kinderen hadden het te eten. Nou ja, hier aan tafel natuurlijk. Ik vrees een beetje dat wat we ook doen, het beste toch een beetje van alle tijden lijkt te zijn. Helaas. Ik vroeg ook wel eens met het testen worden en hoe gaat u hiermee dan om? Nee, ik geloof dat ik eigenlijk nooit gepest ben. Dus dat, eigenlijk is dat niet helemaal makkelijk.
advies zou ik u als wethouder mooi geven aan de kinderen en aan de van de sterkste nou, dat je eigenlijk gewoon niet moet pesten. Ik snap eens dat je stoer wil doen. Want iedereen wil altijd wel een keertje stoer doen. Maar waarom moet het gaan ten koste van een ander? Pesten gaat altijd ten koste van een ander. Hè? Want dan doe jij misschien wel lekker stoer, maar je zit wel in het te pesten. Dus ik zou zeggen, als je stoer wil doen, verzin een andere manier. Er zijn heel veel andere manieren, kun je ook stoer doen. Dus mijn oproep zou toch zijn, hoe ingewikkeld ook, zullen we gewoon eens een beetje ophouden met elkaar te pesten. Vandaag gaan we de burgemeester interviewen over wat zijn mening is over pestgedrag. Wil hij pestgedrag verminderen? Is er iemand anders? Heeft hij pesten meegemaakt? Wat vindt hij het moeilijkste aan zijn werk? Wat is eigenlijk zijn grootste doel als burgemeester? Welk advies zal de burgemeester ons gaan geven? Wat moet er volgens u nog worden gedaan tegen pesten en meer respect voor religies? Ja, wat moet er nou voor worden gedaan? Dus wie en door wie? Hè? Dit kunnen we echt alleen met z'n allen. Dus daarom is het zo goed dat jullie het op school doen. En dat je het met elkaar over doet. Dat je het er misschien thuis ook eens over hebt. Dus in ieder geval kun je niet zeggen gemeente of burgemeester of politieman of regel het eens. Dat kan niet. Dat moeten we echt samen doen. Maar ja, wat er dan moet gebeuren is, waarom zou de ander niet gewoon anders mogen zijn? Waarom vinden we dat zo moeilijk? Waarom vinden we het zo moeilijk om te accepteren dat jij bent zoals je bent? Dat zijn we. Begrijp je dan wat ik zei? Het leven zou toch heel zijn als iedereen hetzelfde was als jij bent. Dan is er niks aan. Dan kom je geen verrassingen meer tegen. Dus dat anders zijn is eigenlijk hartstikke leuk. Dat moeten we meer leren. Dat het toch best anders kan dan jij vindt dat het moet. Of dat je dus in iets anders mag geloven. Of helemaal niet geloofd, laat een ander in zijn waarde. Ja? Maakt het op zich niet makkelijk, hè, deze antwoorden, maar ja. Vindt u pesten een probleem en vindt u ook dat pesten in Maastricht al verminderd is door de jaren heen? Dat kan ik niet zo goed beoordelen, dat laatste, want ik ben hier pas een jaar. En ik ben bang, maar dat zit een beetje in mijn vorige antwoorden. Dat het niet een probleem is wat toeneemt en we nemen maatregelen en dan is het voorbij. Hè? Dus dit golft op en neer. Want iedere generatie moet zelf weer leren waar grenzen liggen, wat je wel en niet kan maken. Vroeger geloofden er veel meer mensen dan nu. En dat levert weer andere problemen op dan dat je vroeger had. Vroeger waren we misschien nog wel veel strakker. Ja, als je van die geloof of dat geloof bent, dan wil ik niks met je te maken hebben. En dat, omdat iedereen dan de veiligheid in zijn eigen kring zocht. Nu is dat weer anders. Ik denk niet dat ik... Maar ik ben tekort in Maastricht om te beoordelen of het toegenomen is of afgenomen. Maar het is denk ik van alle tijden. Bedankt. Heeft u vroeger wel eens mensen best zien worden en hoe gaat u hier dan mee om? Ja, dat vond ik wel een hele moeilijke vraag ook. Soms realiseer je het achteraf pas. Dat is een beetje als het met grapjes begint. En dan fiets je bijvoorbeeld naar huis en denk je, goh, ik heb gewoon meegelachen, maar ik had eigenlijk was het net twee grapjes te ver. Daar had ik iets van moeten vinden. Dat heb ik denk ik vroeger wel meegemaakt. En hoe dichter iemand bij je staat, hoe snel is er natuurlijk voor te staan. En dan zeg je, maar wacht eens even, dat doen we niet. Hè. Dat is mijn vriend, mijn vriendin. En zo gaan we niet met elkaar om. Maar ik denk dat het... Ik denk dat in dat onbewuste... ik lang niet altijd even goed en meteen de grens heb getrokken. En dat kan je nog wel eens overkomen. Op televisie was het laatst. Dat is altijd wel eens af en toe... Kennen jullie dat? Vandaag Inside. Dan zitten ze allemaal grappen te maken en voor je het weet zijn ze eigenlijk iemand aan het bewegen. En dan is er later een heel veel ophef. En dan denk ik, ja, die mensen die daar aan tafel zaten, hebben toen in het gevoel van gezelligheid een lolletje te laat pas doorgehad van, oh, maar wacht even, we gaan nu de grens over en eigenlijk zijn we nou een groep of iemand eigenlijk aan het bewegen. Ja. Dus ik...
Dus ik weet dat ik er ook uit zie, maar ik hoop het zo min mogelijk duurt. Welk advies zou u als burgemeester aan de willen geven aan de kinderen en de burgers van Maastricht omtrent de pesten? Nou ja, heb het erover. Dus ik weet niet of ik jullie zoveel moet adviseren, want je hebt het er al over met elkaar. Dus je bent je bewust dat dit zomaar kan gebeuren en hoe lelijk dat voor iemand is en hoe mensen ook. En als het echt je te vaak overkomt, dan kunnen mensen er heel, heel erg naar van worden. Die gaan helemaal aan alles van zichzelf twijfelen, depressief van worden. Er zijn echt hele nare voorbeelden van. Dus je daarvan bewust zijn en door het met elkaar zo uit te spreken. Dat is volgens mij het beste advies en dat zijn jullie eigenlijk al aan het doen. En daar hoort dan bij, waarom zou iemand niet anders mogen zijn? En waarom zou ik, voordat ik meteen reageer, niet even tot 10 tellen en bedenken van misschien bedoelt hij het alleen niet zo onaardig of zo klonk. Nou ja, een klein beetje ontspanning is ook belangrijk, denk ik. Zonder het weg te lachen. Ja, dat soort dingen. Maar volgens mij zijn jullie goed bezig.